Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sproggers. Tim, we zijn weer eens op een unieke plek neergestreken. Ja, ze hebben er een liedje over gemaakt, hè? Is dat zo? Ja, die gaat naar Den Bosch toe. Zit er lieve Gerritje. Ik bedoelde nog iets specifieker de plek waar we waren. Want ze zitten in het Noord-Brabants Museum. En het is de maandag na de opening van de expositie over de Efteling die daar heeft plaatsgevonden. En we zitten hier aan tafel met Joris Westerink. Joris, je bent conservator bij het Noord-Brabants Museum. En jij bent verantwoordelijk voor de expositie. Maar voordat we daarover gaan hebben, misschien eerst eens even gaan kijken waar we zitten, Tim. Ja, want ik denk voor ons allebei wel bekend terrein, hè? Het Noord-Brabants Museum. Ik ben hier al een aantal keren geweest de afgelopen jaren. Maar ik kan me voorstellen dat dat niet voor al onze luisteraars geldt. Zeker niet voor de luisteraars van buiten Brabant. En die hebben we nogal veel. Dus Joris, allereerst welkom in Kleine Boodschap. Dankjewel. En zou je onze luisteraars eens kort willen vertellen waar we hier zitten? Wat is dat, het Noord-Brabants Museum? We zitten op een zolder van het Noord-Brabants Museum. En we zitten eigenlijk op de zolder van het Gouvernementspaleis. Dus dat is het statige gebouw wat je aan de Verwerstraat in Den Bosch door een hek kan zien. Maar de tentoonstelling die is echt veel dieper het museum in eigenlijk de uitbouw of de plek die wij hebben voor wisselexposities. We gaan het natuurlijk dadelijk uitgebreid hebben over de tentoonstelling over de Efteling. Maar wat kan je hier verder nog vinden in het Noord-Brabants Museum, als je hier dan toch bent? Nou, het is best een groot museum. Het is groter dan je van de buitenkant zou verwachten. We zijn een museum voor kunst en geschiedenis. We hebben het verhaal van Brabant, waar je echt veel kan leren over de geschiedenis van Brabant. En we hebben een groot deel met moderne en oude kunst. Een grote sectie met werken van Van Gogh natuurlijk, een bekende Brabantse kunstenaar. We hebben een groot deel met werken van Sluiters, is ook een bekende naam in de schilderswereld. En moderne kunst. Nou, en daarnaast hebben we nog eigenlijk best veel wisselexposities per jaar. En dat is deze keer Efteling, de tentoonstelling, in combinatie met Thomas Trummen. Dat is weer heel iets anders. Dus dat is altijd wel een mooie combinatie die we kunnen tonen. Als je het ene niet leuk vindt, vind je het andere meestal leuk. En als je het andere niet leuk vindt, dan vind je het ene leuk. Dus, ja, volgens mij hebben we ook best wel veel populaire tentoonstellingen gehad rond de jaren 50, de jaren 60, de jaren 70. Ja, dat zijn tentoonstellingen die toch een heel groot en breed publiek aanspreken. En dat zijn wel knallers geweest inderdaad. Ja, en ik denk de ultieme knaller was wel de Jeroen Bosch tentoonstelling. Ja, dat klopt. En dat is wel grappig om te vertellen. Toen ik hier net kwam werken, was die tentoonstelling net afgelopen eigenlijk. Maar toen kwamen er nog steeds taarten binnen van de lokale middenstand. Die gewoon echt goede maanden hadden beleefd. Dus van hotels en van restaurants. Dus die stuurden allemaal nog bedankjes van hey, wat fantastisch succes. En dat was een leuke binnenkomen voor mij ook om in zo'n sfeer te beginnen. Ja, want als we daar even naar gaan kijken. Want jij bent conservator bij een museum. Dat word je niet zomaar, lijkt me. Wat is jouw route geweest naar het Noord-Brabants Museum? Ik ben zelf inderdaad een conservator. Ik maak vooral tentoonstellingen hier in het museum. En mijn route is iets anders dan normaal. Meestal verwacht je een historicus of een kunsthistoricus. Ik ben zelf eigenlijk heb ik kunstacademie gedaan. Ik ben zelf grafisch ontwerper. En daarna heb ik nog doorgestudeerd. Maar eigenlijk een beetje iets wat andere studie dan kunstgeschiedenis. Dat heet kunst, cultuur en media. Dat heb ik aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. En daarin leer je eigenlijk hoe kunst en cultuur werkt in de maatschappij. Nou, dus dat is een iets andere insteek dan een conservator die kunstgeschiedenis heeft gestudeerd. Maar eigenlijk wel ook een leuke insteek. En het leuke aan mijn functie hier in het Noord-Brabants Museum is dat ik ben niet echt een specialist in bijvoorbeeld Van Gogh of een specialist in Sluiters of in de moderne kunst. Maar ik ben eigenlijk meer een conservator at large, zeg ik wel eens stoer, of een beetje een allrounder. Dus ik maak overal tentoonstellingen over. In dit geval dus de Efteling. Maar dat kan ook zijn Kamme Geurka, een Belgische cartoonist. Dat kan zijn een broederschap van 700 jaar geleden hier uit de stad Den Bosch. Een broertjesduo uit Tilburg die in de 18e eeuw bloemen schilderijen maakt. Dus heel, heel, heel afwisselend. En dat vind ik juist heel erg leuk. En als ik dan kijk naar jouw achtergrond, dan zit je dus vooral op een stukje beleving, presentatie, grafisch. Ja, dat vind ik aspecten van tentoonstelling waar ik inderdaad extra op let. Ja, klopt. Ben je de enige conservator binnen het Noord-Brabants Museum? Nee, we zijn met meer. We hebben er op het moment 7 volgens mij. Zo. Ja, dus dat is een flinke club. Ja, we hebben dus een aantal die hebben echt een specialisme. En we hebben nog een andere allrounder die ook van allerlei tentoonstellingen kan maken. En als we dan gaan kijken naar Efteling, de tentoonstelling, waar we natuurlijk hier vandaag voor te gast zijn. Overigens 2 dagen voor de officiële opening. Dus tof dat we een preview krijgen. Hoe is dat begonnen? Hoe is dat zaadje geplant? Kwam dat vanuit jullie of vanuit de Efteling? Ik moet zeggen, de Efteling die bestaat al heel lang. Hè? 70 jaar vieren we nu eigenlijk.
of 71 stiekem nu eigenlijk dit jaar. Er is 10 jaar geleden of misschien 20 jaar geleden ook al wel eens gepraat over een tentoonstelling over de Efteling. Onze vorige directeur Charles de Mooi heeft daar wel eens over verteld. Want hij ook wel eens een keer eerder is wezen kijken van hey, wat voor objecten zijn er allemaal voor een tentoonstelling. Maar de 70-jarige verjaardag, hoe zeg je dat, van de Efteling, die is nu. Is nu gevierd. En dat was toch een aantal jaar geleden voor ons de aanleiding van hey, daar gaan we eens samen met de Efteling wat meer aandacht aan besteden. Gewoon een mooie gelegenheid om zo'n tentoonstelling te maken. Maar helaas zijn we dus wel een jaartje later in verband met de corona. Ja, pandemie. Kijk, daar vroeg ik me al af waar dat vandaan kwam. Maar dat heeft dan te maken met jullie tentoonstellingplanning, denk ik. Ja, door corona hebben we toch een aantal tentoonstellingen hebben niet de aandacht kunnen krijgen die, omdat we dicht waren, die we zouden willen. Dus hebben we toen besloten om die tentoonstelling die toen stond iets te verlengen. Ja, en daardoor gaat alles schuiven. En dus ook de tentoonstelling over de Efteling. Het voordeel is dat de Efteling ook al jarenlang heel creatief is met het openingsjaar. Ja, dus dat klopt. Dus alles is vloeibaar wat dat betreft. Precies. Ja. En er zijn 7 conservatoren die hier rondlopen. Maar op een of andere manier komt dit project dan bij jou uit. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ik denk allereerst omdat ik toch de allrounder van het team ben. Ik kan ook een brede interesse hebben. Dus ik vind, ik moet zeggen dat ik was geen fan toen ik aan dit project begon. Maar ik kan wel altijd heel snel iets interessant vinden en iets leuk vinden. En ik ben zelf snel enthousiast over dingen. Dus eigenlijk was dit wel een project wat bij me paste. Ja. Je zegt, ik was geen fan. Was je wel goed bekend met de Efteling of was het allemaal vrij nieuw voor je? Ik ben er natuurlijk als kind geweest. Maar dat was het ook wel, ook toen ik wat ouder was. Maar dat kun je op de vingers van één hand tellen. Dus eigenlijk wist ik niks, zou je kunnen zeggen. Vooral als je het vergelijkt met jullie natuurlijk. Maar ja, je begint aan zo'n project. En dan moet je toch heel snel inlezen. En dan langzaam maar zeker kom je wel tot een verhaal. Maar het is natuurlijk wel, en dat merkte ik wel gelijk. Ik zit nu ook tegenover jullie. Want ik moet soms wel lachen hoe jullie zo tegenover me zitten te knikken. Maar het is wel natuurlijk wel een tricky. Wat mij betreft. Want er zijn zoveel mensen die de Efteling zo goed in de gaten houden. En die zoveel weten. Dat ik denk van nou, als zo meteen iedereen komt. Dan komen er vast wel wat reacties. Van nou, dat jaartal klopt niet. Of hoe kon je dat denken dat het zo is. Het is helemaal anders. Maar ja, er is ook altijd wel discussie over allerlei dingen. Maar dat merkte hij wel. En dat hoorde ik ook van Gerry, dus de archivaris van de Efteling. Dat er echt een hele kritische fanbase is die precies in de gaten houdt wat je doet. Dus dat maakt het extra spannend om aan dit project te werken. Ja. Nou, ik denk wel dat de meeste mensen hier enorm naar uitkijken. Hoor, want er komen vast wel weer nieuwe feitjes boven water. Of misschien dat er wel dingen niet kloppen dan in de expositie. Of alles kan prima kloppen. We weten het zelf ook nog niet. Want we hebben nog niks van gezien. Het is een grote verrassing, Tim. Ja, en sowieso, de vraag is ook, wat is de juiste geschiedschrijving? Hè? Want we hebben natuurlijk in ruim 300 afleveringen Kleine Boodschap zijn we er al vaker tegen aangelopen dat niet altijd een jaartal hoeft te kloppen of een verhaal wat in de boeken staat. Maar dat geldt denk ik voor alles in de geschiedenis. Ja, maar ik denk dat het mooie is dat iedereen in ieder geval weer nieuwe informatie over de Efteling gaat krijgen. Want er zitten gewoon stukken tussen die nog niemand buiten de Efteling heeft gezien. Ik denk dat er een paar stukken tussen zitten die nog niemand heeft gezien inderdaad. Of in ieder geval buiten de Efteling. En ook in het echt zie je nu natuurlijk dus de stukken. Ik ben als conservator heel erg op zoek altijd naar de originele. Of de stukken die bijzonder zijn. En wat overigens best lastig is. Hoor, want ik vroeg als eerste naar een originele paddenstoel uit de jaren 50. En dat is echt, die zijn niet meer te vinden. Of ja, die staan misschien ergens bij iemand op zolder. Of ik weet niet wat ermee gebeurt. Maar die zijn natuurlijk vergaan. En misschien al 1000 keer gerestaureerd. Dus moest ik het toch doen met een paddenstoel die iets van iets later datum. Gelukkig niet de betonnen uit de jaren 60, want die waren echt loeizwaar. Maar misschien even vooraan beginnen, want op een gegeven moment is het idee er voor een expositie. En dan krijg jij die opdracht. Waar begin je dan? Is er een soort van standaard plek om te beginnen met zoiets? Of ga je met mensen praten? Of... Nou, wat goed is om te vertellen is dat de Efteling die heeft echt heel duidelijk vanaf het begin gezegd van hey, jullie maken de tentoonstelling, maar wij staan jullie met raad en daad gewoon wel terzijde. Dus zoals ik al noemde, Gerry van Dongen, de archivaris, daar heb ik heel veel mee samengewerkt. Ik was in de gelukkige positie dat ik gewoon eigenlijk alle depots en archieven door mocht snorren. Op zoek naar stukken voor de tentoonstelling. Heeft Gerry me ook fantastisch mee geholpen trouwens. Want die weet natuurlijk ook veel meer dan ik. Ze hebben me boeken gegeven die ik kon bestuderen en lezen. En zo zijn we eigenlijk gaandeweg tot het verhaal van de tentoonstelling gekomen. Weet je, dat is best altijd wel een moeilijk gegeven. Is dat je in een museum toch vaak vanuit een object
een tentoonstelling maakt vanuit objecten. Je wil iets zien, hè? Je moet iets in een vitrine kunnen stoppen. Want als je een verhaal op de muur gaat schrijven alleen maar, dan kun je net zo goed een boek lezen. Dus je moet het wel kunnen illustreren met objecten. En in deze tentoonstelling heb ik eigenlijk geprobeerd, gaan we zo meteen beneden ook wel zien. Jullie krijgen trouwens echt de preview van de preview, want we hebben net alle schermen weggehaald. Dus jullie hebben zo meteen het eerste een mooi zicht over hoe het eruit gaat zien. Oh, dat is wel leuk. Zin. Dus, en ik ga het zo meteen zelf ook voor het eerst zien, zonder dat al die dingen er zijn. Dus ik heb heel veel zin om zo meteen met jullie doorheen te lopen. Maar wat ik wilde zeggen is dat ik als conservator en als tentoonstellingmaker heb geprobeerd om zoveel mogelijk afwisselende objecten te verzamelen in de archieven van de Efteling. We hebben ook wat externe bruikleengevers. Dus we hebben het Schoenenkwartier in Waalwijk. Een notaris waar nog een oude akte vandaan komt. Dus we hebben wat externe bruikleengevers. Maar ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk afwisselende objecten te verzamelen. Dus dat zijn ruimtelijke objecten. Dat zijn tekeningen van Anton Pieck en de latere ontwerpers. Oude foto's, oud audiovisueel materiaal. Geluiden uit de Efteling. Nou, jullie zullen vast herkennen waar die vandaan komen zo meteen. Geuren hebben we natuurlijk. Dat is ook nog wel een belangrijk onderdeel in de Efteling. En we hebben daarnaast, die objecten die we erin laten zien, dan schrijven we natuurlijk teksten en we schrijven kleine bijschriften bij die objecten. Hebben we ook met een aantal Efteling-medewerkers en een aantal fans. Zoals jullie. Ja, zeker. Hebben we een aantal documentaires gemaakt. Korte documentaires waarin fans en medewerkers en andere betrokkenen vertellen over hun band en passie voor de Efteling. En dat is dan een soort extra ingrediënt van de tentoonstelling. Nou, en dan als we dan. Jullie gaan het zo meteen een beetje zien. Eigenlijk zijn we in die tentoonstelling bezig om een beetje een kijkje achter de schermen te geven bij de Efteling. Een beetje de magie door te prikken eigenlijk. Hè? Van hey, hoe beweegt nou die wolf met zijn tong en hoe draai je nou zijn ogen? Een idee van Peter Reinders. Je krijgt een kijkje achter de schermen. En eigenlijk prikken we dus die magie van de Efteling een beetje lek, leeg. Je geeft echt een kijkje achter de schermen, waardoor je misschien een beetje toch de magie verbreekt. En helemaal aan het einde van de tentoonstelling hebben we een ruimte gereserveerd en waar we gevraagd hebben aan de Efteling om daar iets te maken, waardoor de bezoeker eigenlijk weer een beetje terug wordt gezogen in die magie van de Efteling. Nou, dat hebben we dan gedaan, of dat hebben zij dus gedaan aan de hand van een verhaal wat door een langnek wordt verteld in het Sprookjesbos. Nou, je gaat het zo zien. Het ziet er heel bijzonder uit. Ik ben heel erg benieuwd. Ik kan eigenlijk ook niet wachten om naar de tentoonstelling te gaan. Maar toch nog één belangrijke vraag, denk ik. Hoe is nou dat hele proces verlopen? Hoe maak jij nou als conservator vanaf jouw eerste studie van het beschikbare materiaal en de boeken? Hoe kom jij nou uiteindelijk tot die tentoonstelling zoals die hier vandaag staat? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook een hele moeilijke vraag eigenlijk. Want het was eigenlijk, denk ik wel, een voordeel dat ik in eerste instantie niet zo heel veel wist over de Efteling. Want als je heel veel weet, dan ga je er heel veel bij halen. En wat ik eigenlijk vanaf het begin heb in het achterhoofd heb gehad van er moeten dingen te zien zijn, er moeten interessante objecten zijn. En ik wil eigenlijk het geschiedenisverhaal van de Efteling vertellen. Maar dat moet gewoon, omdat je hebt eigenlijk helemaal niet zoveel ruimte voor tekst. Dat moet op een hele gecomprimeerde manier. Dus ik heb me echt geconcentreerd op de geschiedenis van het park. En daar een beetje de hoofdpunten uit. En het is heel erg kill your darlings. Hè? Want je in het begin lees je natuurlijk heel veel. Heb je heel veel informatie, heel veel objecten. Ik kon alles pakken wat ik wilde bijna. Of alles selecteren. Die moet je kiezen. Dus kill your darlings. En dan schriften. En op een gegeven moment kom je tot een soort gecondenseerd verhaal. Waarvan het gevaar natuurlijk altijd is van dat dit weet iedereen. Ik denk dat jullie het echt het meeste wel weten. Maar ook voor een hele groep mensen niet. Het is niet echt een tentoonstelling, denk ik, geworden voor echte diehard specialisten in de Efteling. Want die zullen denken, dit weten we eigenlijk al. Maar wel, dat is wel de werkwijze meestal van mij. Van dit soort onderwerpen van, je gaat een heel groot verhaal, moet je heel, heel erg gecondenseerd, comprimeerd weergeven. Ja, en met zoveel mogelijk mooie objecten die gewoon aan zich al heel erg bijzonder zijn om een keer in het echt te zien. Ja, het is niet zo vaak dat je die tekeningen van Anton Pieck zoveel bij elkaar kan zien, buiten de Efteling ook nog. En dat geldt ook de tekeningen van Tom van der Ven of Annie Knoet later of van de nieuwe lichtingontwerpers. Dat is gewoon best bijzonder.
Want wat is dan eigenlijk de doelgroep van deze tentoonstelling voor jullie? Geen kinderen, maar verder eigenlijk alle mensen die een warm gevoel hebben bij de Efteling. Of die er vroeger geweest zijn. Maar ook de fans. Ik denk dat fans het ook heel erg leuk vinden om die objecten een keer in het echt te zien. Kijk, sommige objecten zijn al te zien geweest natuurlijk ook in het Efteling Museum zelf. Laten we dat ook vooral niet vergeten. Daar is ook fantastische collectie bij elkaar. Is echt een sfeerbeeld wordt daar neergezet. Bij ons wordt ook een sfeerbeeld neergezet, maar toch iets. Er is iets meer tekst en uitleg zeg maar bij de objecten. En als je nu op zoek bent naar objecten die je hier wilt tentoonstellen, is het dan zo dat je dus in het archief bent geweest? Ik neem aan dat je ook in het requisitemagazijn bent geweest, ja. Onder een vogelrok. Ja. Kun je ook door het park lopen of zo en daar nog objecten spotten die je misschien... Ik heb wel door een park gelopen. Uit het park zelf hebben we eigenlijk niet zoveel objecten eigenlijk niet geselecteerd. Ook een van mijn eerste vragen van, ik wil wel een sneeuwwitje of ik wil wel een doornroosje, maar... Dat was echt duidelijk niet de bedoeling. Want dat een van die figuren in de tentoonstelling terecht zou komen. Dat zou ik wel missen in het park. Ook bij kinderen of bij... Ja, die zou je wel missen in het park. En dat zou ook een beetje verwarring scheppen als je die tentoonstelling zou stellen. Hollebolle Gijs hebben we natuurlijk wel. Ook in een mobiele versie die hier te zien is. Nee, we hebben er wel over gesproken. Ik kan me herinneren dat we nog getwijfeld hebben om... er staat volgens mij een locomotief ergens. Ik weet de naam niet meer van die locomotief, maar die... Neefje, daar hebben we over getwijfeld om dat te doen. Vooral omdat mijn collega Ingrid Sonderen, die houdt van een uitdaging met spullen naar het museum halen. Maar op een gegeven moment daar heb ik toch niet gedaan. Ik dacht, ja, dat is ook een beetje... dat lag te ver af van het verhaal wat ik wilde vertellen eigenlijk. En dan heb je op een gegeven moment dat concept ontwikkeld van wat wil ik laten zien. Je hebt denk ik ook iets op papier gezet van misschien ook welke objecten gaan we tonen in het museum. Ja. Maar goed, dan staat het papier en dan moet het nog werkelijkheid worden. Klopt. Je vertelde al dat je een grafische achtergrond hebt. Ga je dan ook schetsen, tekenen? Wat ga je dan doen? Ja, dat is wel een goede vraag of een leuke vraag. Want ik moet zeggen dat ik meestal begin aan zo'n project en ik met het maken van tekeningen. Dat zijn echt tekeningen van hoe fantaseer ik nou zelf dat die tentoonstelling zo meteen eruit gaat zien. En dat zijn echt krabbeltjes, soort striptekeningen. En dan zie je al wat, dan weet ik al een beetje van, ik heb dat soort objecten. Ik heb de toverspiegel of ik heb een tekeningen van Piek. Of ik heb oude affiches, oude kaarten van het park. En daar teken ik dan een tekening eigenlijk per thema, dan maak ik een soort tekening van hoe het eruit gaat zien. En dat is echt het werk wat ik aan het begin van het traject doe. En met die tekeningen probeer ik meestal mijn projectgroep, maar ook mijn directeur of mijn leidinggevende en ook de medewerkers van de Efteling een beetje te introduceren in mijn plannen. Hè? En dat werkt met tekeningen heel goed dan met een saai stukje papier met een tekst. Daar kun je gewoon niet zo goed mee uit de voeten. Ik heb ze helaas hier niet. Maar anders kon ik ze laten zien. Maar er zijn een stuk of 10 tekeningen waar je een beetje kan zien wat de bedoeling is. En het is voor mijzelf altijd heel erg leuk om die tekeningen op het laatst nog even te vergelijken met hoe het dan uiteindelijk geworden is. Ik hoor echt een hoop parallellen met ontwerpers bij de Efteling zelf. Ja, nou ja, die zullen dat ook doen inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja, die is ook een fantastische afdeling hebben ze daar natuurlijk. Ja. Ik had altijd trouwens wel het idee, als ik daar dan eventjes te gast was, dat er wel wat dingen weggestopt moesten worden. Want ik mocht natuurlijk niet alles zien. Dus er was altijd even zo'n moment dat ik dan even moest wachten. Of volgens mij wordt er dan een maquette weggetild of van iets wat nog niet bekend mocht worden. Maar nee, want daar hangt ook zo'n sfeer in uit van tekeningen, veel creatieve mensen. Ja, maar als je zo'n tekening hebt, dan ga je toch kijken van, je weet al een beetje een paar objecten. En dan ga je kijken van, dat past er nog meer bij, dat past erbij. Bijvoorbeeld, ik heb besloten om de eerste 10 sprookjes van het Sprookjesbos, om die daar echt per stuk een beetje bij stil te staan. En dan per sprookje ook te zoeken van, zijn er wat foto's? Zijn er wat ruimtelijke objecten? Zijn er tekeningen van Piek? Nou, dat was er meestal allemaal. Dus dan heb je even een soort mix van allerlei verschillende media en natuurlijk ook wat film van het eerste Sprookjesbos. Of een heel vroege film. Als ik mijn selectie, die ik dus grotendeels echt met Gerrie van Dongen heb samengesteld, als die er is, dan gaat die selectie naar de vormgevers van de tentoonstelling. Die hebben we in dit geval ook gebruikt. Het is een bureau uit Gent, dus waren Belgen. Die ook wel toch de Efteling ook kennen allemaal volgens mij. Die maakt een ontwerp voor de tentoonstelling. En dan schrijf ik de teksten en de bijschriftbordjes. En het is nu net allemaal gebeurd. Dan op het laatste, dat is wel spannend, want er moet alles bij elkaar komen. Dus moet die objecten die komen dan per transport vanuit de Efteling. De technische dienst is al maanden bezig bij ons om alles te bouwen voor de tentoonstelling. De filmmakers van de documentaire waar jullie ook in zitten, die moeten de filmpjes in aanleveren. En dan zitten wij natuurlijk weer de ondertiteling daarvan te controleren. En er staan weer fouten in en
er komen tekstbordjes binnen. En dan op het laatst komt het allemaal bij elkaar. En alles, iedereen overal aan het werk. En dan staat er opeens een tentoonstelling. En dat gaan jullie, of dat gaan wij nu even bekijken beneden volgens mij. Laten we daar dan gewoon heen lopen, want ik ben echt enorm benieuwd. Ja. Ik kan ook absoluut niet wachten. Ja, dan zijn we toch echt aangekomen bij de expositie zelf. Ja, ik zou bij het binnenkomen bijna al zeggen, we zijn aangekomen bij voor ons toch wel het Walhalla. Ik dacht al dat je naar een Noorse mythologie term ging grijpen. Ja. Ja, Joris, dit is toch wel jouw kindje, denk ik, of niet, waar we nou aan beginnen? Ja, nou ja, of mijn kindje. We hebben hier natuurlijk ook met een heel project. Ik praat wel de hele tijd, maar we hebben hier natuurlijk ook met een heel projectteam aan dit project gewerkt. Laten we dat niet vergeten. Maar het staat er nu wel. Dat is altijd. Jullie hebben echt wel een mooie preview. Want we hebben net echt de laatste schermen en lelijke staande weg hebben we weggehaald. En het staat er. En dat is altijd best een moeilijke of een soort climax binnen mijn leven dan. Dat je alles moet dan even bij elkaar komen voor zo'n tentoonstelling. En op een gegeven moment is klaar. En dan kun je er gewoon lekker doorheen lopen en verhalen bij vertellen. Dat is wat ik ook heel erg leuk vind. Dus ja, nou, welkom in Efteling de tentoonstelling. Ja, dankjewel. Ik hoor ook al her en der wat. Ik hoor ook al een soundscape, hè, met Efteling geluiden en muziek. Ik zie overal ook al schermen aanstaan. De verlichting staat aan. Dus jullie zijn echt startklaar om te gaan draaien nu. Ja, we zijn startklaar om te gaan draaien. Ik hoor al wel dat die soundscape, dat wordt volgens mij wel een uitdaging ook voor onze luisteraars die de tentoonstelling gaan bezoeken, om te raden wat ze horen. Ja. Er komt heel veel voorbij. Hey, we staan hier in het voorportaal, denk ik, van de tentoonstelling. Jullie hebben een soort ruimtes gemaakt, hè, lijkt het wel. Ja, wat eigenlijk in deze eerste ruimte gebeurt, is een beetje. Eigenlijk moeten we de bezoeker een beetje in de Efteling-sfeer krijgen. En dat hebben we hier gedaan door de vormgeving. Daar vertel ik zo wat meer over. We horen wat geluiden uit de Efteling. En we hebben een introductietekst die mensen kunnen lezen. En als we naar de vormgeving kijken, dat is wel leuk om even te vertellen. Kijk, hier hebben we eigenlijk een soort beeldruim, zou je stoer kunnen zeggen, van drie heksen, drie rode heksen. Maar wat de vormgevers hebben gedaan, zijn een beetje aan de slag gegaan met een kijkje achter de schermen geven. Dus daarom zie je die constructie zo. Het is een soort gaas op balken. En wat ze hebben gedaan, en we zien het nu gebeuren, nu het licht uitgaat. Ze hebben gaas gebruikt, zwart gaas, een soort panty eigenlijk. Als je daar een vitrine van maakt, of zo'n muur als dit, dat je eigenlijk niet zo goed doorheen kan kijken. Behalve als je iets aanlicht met een lampje. Nou, ik denk dat heel veel mensen dat effect ook wel zullen herkennen van een beroemde attractie uit de Efteling. Het Spookslot heeft het volgens mij, maar corrigeer me als het niet waar is. Maar dat is hier even echt de sfeermaker voor het begin van de tentoonstelling. Ja, want we zien hier inderdaad bij binnenkomst zien we eigenlijk een soort thema vitrine bijna rond, hè, de heksen op de poort, de poortheksen. En we zien inderdaad een prachtige zwart-wit foto van de entree van het Sprookjesbos, maar dus ook de originele ontwerptekening van Piek. En volgens mij een origineel houten beeldje. Ja, klopt. Ja. Dus dan hebben we eventjes, wat ik net al een beetje vertelde, een beetje bij elkaar voor wat ik in de tentoonstelling heb geprobeerd te doen. Allerlei soorten verschillende objecten laten zien. Zodat je niet alleen maar tekeningen ziet of alleen maar ruimtelijke beelden. Of alleen maar foto's, want dat zou natuurlijk een beetje saai worden. Hè? Ja, precies. En leuk detail, als je dan verder loopt en je loopt de tentoonstelling op, dan hangt er een bordje ingang. Maar dat is echt een Eftelingsbordje. En volgens mij, maar dan moet ik heel erg diep graven in mijn geheugen, is dit het ingangsbordje van de smaakmaker toen het nog een restaurant was bij de entree. Wauw, dat is echt professional knowledge. Ik geef hem je, Tim. Ik weet het echt niet. We hebben zo meteen nog een bordje, Tim. Dus dan gaan we dat ook dit spelletje ook nog een keer doen. leuk. Ik was in de Efteling inderdaad in een van de depots. En daar lagen zoveel bordjes. Ik dacht, nou, daar kunnen we iets mee doen voor de tentoonstelling. Dus hebben we ook nog een toilettenbordje ergens opgehangen. En daar natuurlijk ook nog een hele grote. Je ziet hem misschien al. Oh. Ja, dat is Tim zijn favoriet. Daar heb ik al zo vaak over moeten horen. Ja, kreeg hem al warm voor binnen. Dat was wel een zwaar ding om op te halen. Dus komen we zo weer terecht. Ja. Smaakmaker heb je gehad, de titel van de tentoonstelling, introductietekst. En wat we eigenlijk in de tentoonstelling doen, is even een stukje verder terug in de tijd gaan dan 1952. Ja, het is voor jullie gesneden koek, denk ik, maar jaren 30. Toen is eigenlijk de basis gelegd, hè, voor het attractiepark zoals we het nu kennen. Let je op, Paul? Jazeker. Ja, de basis. Hè? Of de basis van de basis, inderdaad. Ja, dat is heel goed dat je het zegt. En dat is toch het Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark. Daar begint deze tentoonstelling. En dat is ontstaan in het gebied de Langstraat. Is bekend om de schoenenindustrie. Later heeft de burgemeester van der Heijden, die naam zullen jullie ongetwijfeld bekend voorkomen, wordt voorzitter van de stichting. En die besluit om naast de schoenenindustrie toch een extra
Die willen een extra economische pijler voor het gebied. Nou, naast de schoenen. En dat wordt inderdaad, dat wordt dus het park. En om een beetje in de sfeer te komen, heb ik hier ook wat schoenen die in die tijd gemaakt zijn. Uit die tijd? Ja, dat zijn echt uit de jaren 30. Oh ja, en die deze... komen van het schoenkwartier. Ja, en deze twee, die zullen jullie wel bijzonder vinden, denk ik. Dat zijn twee uit 1952. En daar zien we ook echt figuurtjes uit het park. Wauw. Ik weet niet of dit... Dat is Kleine Boodschap. Dat denk ik wel. Ja, zeker. Maar iemand zei ook, het is Pinocchio, maar volgens mij is het ook Kleine Boodschap. Want heeft echt die houding. En daar zie je ook iemand slapen. Je ziet de paddenstoelen. Dus dit zijn uit 1952, uit het gebied. Dus dat is een beetje een... Wauw. Even een link met de geschiedenis ervoor eigenlijk. En de rode schoentjes natuurlijk. Ja, de geoefende Kleine Boodschapluisteraar die weet inderdaad dat de Efteling ook voortkomt uit de schoenenindustrie. Of eigenlijk de teleurgang van de schoenenindustrie. Ja. Ik wil toch even een stukje voorlezen, Paul. Even opletten, hè. Ja, ja. Wat vooraf ging. Een echte Efteling-kenner dacht het misschien al even. De ontstaansgeschiedenis van de Efteling begint toch eerder dan 1952? Klopt. Om echt bij het begin te beginnen, moeten we terug naar de jaren 30 van de vorige eeuw. Maar je kunt ook beginnen bij wanneer het Nederlandse Rijk is gesticht. Ja, ik wil het toch even gezegd hebben. Maar dit is, ik word hier heel warm van deze ruimte. Want hier zien we inderdaad zowaar allerlei objecten en tekeningen van de Efteling voordat het de Efteling was. Ik zie hier een print van Anton Pieck van een schoententoonstelling. We zien hier volgens mij de originele plattegrond van tentoonstelling De Schoen. Oh, wow. Hm. Wat bij mijn weten de allereerst bekende plattegrond is van de Efteling. Of eigenlijk de voorloper van de Efteling. Maar dit is het origineel, Joris. Ja, klopt. Dit zijn de originele. En ja, en dat is ook een beetje de kracht van zo'n tentoonstelling. Dat je die originele objecten ziet. En dat je dus ook heel goed kan zien hoe die kleuren uit die tijd zijn. Het is een heel ander soort drukwerk dan tegenwoordig. Maar dus volgens mij de allereerste keer dat we echt objecten van tentoonstelling De Schoen daadwerkelijk zien. Ja? Ja. Gaaf. Sowieso weer een heel mooi beeld van meneer Pieck. Oh, met een, dus ook een originele geïllustreerde bundel door Anton Pieck dan, van Grimm. Van de sprookjes. Ja. Wow. 1942. Wow. Kijk even wie de bruikleengever is. Ah, van Gerry van Dongen. Gerry zelf. Ja, dus die had het mooiste exemplaar, wat nog het gaafst was. Geweldig. Wat ik eigenlijk zelf een van de bijzonderste objecten van de tentoonstelling vind. Het is niet heel sexy om bij een persbericht te versturen of zo. Maar wat ik vond, ik denk dat de meeste mensen het verhaal kennen van Peter Reinders. Die eigenlijk de eerste aanzet maakt voor het Sprookjesbos. Dit document hier. Zie je welke sprookjes hij geselecteerd heeft voor het Sprookjesbos. Noemen ze het nog een sprookjestuin. En hij beschrijft eigenlijk per sprookje wat hij wil gaan doen. Qua animatie, qua beweging. Hoe die het tot leven gaat wekken. Welke scène die pakt. Wow, dit is eigenlijk al gewoon een soort draaiboek bijna. Hè, van eigenlijk een soort draaiboek. Dus echt, dit is eigenlijk een van de dingen die het meeste tot de kern van het Sprookjesbos gaan. En hier heeft hij ook een tekening gemaakt van wat dan waar ongeveer te zien zou zijn. Ik weet je, het is alleen maar een vlekje. Daar komt sprookje nummer 8. Nou, dat is in dit geval is dat de rode schoentjes. En daar komt sprookje nummer 6. Ja, het is eigenlijk gewoon een eerste plattegrond van het Efteling Sprookjesbos. Maar dus niet van de hand van Pieck, maar echt van de hand van Peter Reinders. Zijn signatuur staat eronder. Hier wordt al wel gesproken van het Sprookjesbos, zie je. En wat ik heel bijzonder van dit document vond. Nou, je kunt per sprookje, lees het zometeen maar even rustig. Maar als je bijvoorbeeld kijkt hier daar bij de betoverde papegaai. Nou, de namen zijn ook een beetje veranderd. Wordt er op het laatst gezegd, hier ook in de laatste zin die de papegaai kan spreken. Kan een reclame worden ingesproken of uitgesproken. Dus er zit ook al een soort commercieel vernuft in. Dat je de plaatselijke middenstand ook wat kan adverteren natuurlijk in het bos. Het is wel tof, die plattegrond herken je dus wel wat dingen uit. Want je ziet daar het huisje van vrouw Holle staan met de put ervoor. Ja. En een aantal van de locaties van de sprookjes kloppen dan ook wel. En een reservebos, zie je? Ja, reservebos. Peter Reinders zag toen al een uitbreiding, ja. En ik zie hier ook briefpapieren van Natuurpark de Efteling. Brieven vanuit burgemeester Van der Heijden aan Anton Pieck. Ja. Heel tof. Ja, dit is eigenlijk de opdrachtbevestiging van Anton Pieck. En ook dat er gesproken wordt over zijn honorarium. Ook eigenlijk de eerste momenten dat ze samen over en weer schrijven. En ook beklinken dat ze samen gaan werken. Ik zie hier in de hoek trouwens ook wel een heel mooi object. Wat we volgens mij ook pas voor het eerst in levende lijven zien. Hij komt al voorbij in een aantal jubileumboeken. Maar dit is volgens mij een originele kop van de wolf van Roodkapje. Van de hand van Peter Reinders.
Klopt. Ja, dit is wel een object dat heel erg de creatieve kennis en kunde van Peter Reinings laat zien. Hè? Ik heb ook nog een stukje AV-materiaal waar je ook die kop ook echt in werking ziet, nog in het park. Hij is nu natuurlijk niet meer in gebruik en perfect als expositiemateriaal, maar zometeen zie je hem ook nog in het echt even voorbij komen. Ja, dit is nog echt een houten kop, hè? Ja. Hier is ook een paar van de eerste mini-documentaires. Ik zie er eentje over de schoenenindustrie in de omgeving. Oh, ik zie er ook wat schoenen die in de Efteling. Dus een schoenmaker voor de Efteling, denk ik. Hè? Ja, deze schoenmaker die maakt inderdaad heel veel schoenen voor de Efteling. Ja, Van Beers is dat, hè? Ja. En ik zie Sander de Bruin daar langskomen in de mini-docu. Hier hebben we nog een mooie vitrine met documenten. Oeh. Dit is volgens mij ook weer zo'n vitrine, Joris, die misschien niet op de eerste oog voor de gemiddelde bezoeker heel sexy zal zijn. Maar voor ons is dit smullen. Ja. Ja, het is echt. Dat is nog wel een leuk verhaal. Want dit zijn natuurlijk originele actes die we hier zien. Daar nog handgeschreven. Deze komt uit 1937 volgens mij. Maar zelfs notariële actes, die moeten allemaal bewaard worden. Dus deze die komt echt uit een depot, ergens in Noord-Groningen volgens mij. Wow. Maar dat wordt bewaard. Kon ik ook via een notaris die lenen. En het is gewoon heel gaaf dat je die gewoon in het echt nog hier kan zien. Ja, want ik zie hier inderdaad dat dit echt de akte van oprichting van Stichting Sportpark is uit 1937. Ja, moet je nagaan. Wauw. De voorzittershamer was ook wel een ding, denk ik. Dit is een voorzittershamer, denk ik. Ja, klopt. Ja, er staat in 1950, 1960 op. Dus ik denk dat hij de eerste 10 jaar had moeten markeren. Waarbij ze vanuit 1950 uitgaan. Hier zie je de schets daarvan. Hier ook 1950, ja, 1960. Door Anton Pieck, maar je ziet dat hij iets minder gedetailleerd is als, als de schets. Ja, dat is nog steeds wel een hele mooie. Maar wel met ivoor uitgevoerd volgens mij nog in hout. Ja, een toffe aanzichtkaart van de oude speeltuin uit de jaren 30. En lopen langzaam het tweede deel van de expositie in. Ja, en in het tweede deel gaan we eigenlijk een beetje wat meer stilstaan bij het Sprookjesbos. De eerste 10 sprookjes. En hier zien we een schets van het uiteindelijke affiche. Wat de opening van het Sprookjesbos aankondigt. Dat is deze. Kijk, hier is de originele schets. Jullie zullen hem vast eerder een keer in een boek gezien hebben. En hier zie je nog dat er een kabouter is in plaats van de heraut die blaast. Dit is een van de topstukken, vind ik, hoor. Echt een, ja, absoluut. Dus ze hebben in een hele korte tijd hebben ze, denk ik, een paar maanden hebben ze toch dat Sprookjesbos weten te realiseren. Eerst qua idee, qua uitvoering, ontwerp. Het moet ook nog gebouwd worden. En moet je ook nog even een affiche ervan maken, natuurlijk, als het bijna klaar is. Ja, dit toont heel mooi aan dat Anton Pieck niet alleen de man was van de prachtig gedetailleerde kalenderplaten, maar dat Pieck ook wel de man was van de vlotte schetsen. Ja, klopt. Hier zie je nog een paar mooie dingen. Want hier, dit is dus de plek waar ieder sprookje een beetje aandacht krijgt. Hè? Van de originele sprookjes in ieder geval. Klopt. Hier een mechaniekje voor de Chinese nachtegaal, de bandrecorder. Ja, dus dit is echt zo'n ruimtelijk object. Wat ook een beetje een indruk geeft van de stand van de techniek van die tijd. Dus stukjes tape. Heel veel mensen zullen niet eens meer weten wat tape is. Maar daar kon je natuurlijk dit soort dingen mee doen. Zodat je in dit geval de nachtegaal kon horen. En inderdaad heel veel ontwerptekeningen van Pieck. Originele ontwerptekeningen voor het Sprookjesbos. Niet alleen ontwerptekeningen die we al vaker gezien hebben in het Efteling Museum of het Anton Pieck Museum of in een van de jubileumboeken. Want ik zie hier bijvoorbeeld een prachtig gedetailleerde ontwerptekening van Pieck voor de tak waar de Chinese nachtegaal op zou gaan zitten. Nou, ik weet vrij zeker dat ik alles heb gezien wat ooit is uitgebracht. Maar deze is nog nooit te zien geweest voor ons. Ja, ik vond hem ook echt. Ik vond hem te mooi om niet te laten zien. Oeh, wauw. En hier ligt gewoon de allereerste parkgids van de Efteling uit 1952. Krijgt hij wel warm, Paul? Ja, jullie staan als jongens in de snoepwinkel te kijken. Ja, dat is een beetje nadeel. We moeten verslag leggen van wat er hier te zien is. Maar we zijn zelf gewoon de hele tijd aan het kijken. Ja, dit, als we het dan toch hebben over vlinders in de buik, Paul, kijk eens omhoog. Daar hangt hij, hè? Ja, Tim. De originele wegwijzer die natuurlijk later op de Europalaan stond. Eerst stond hij in de Van Heeswijkstraat. Maar die de weg wees naar de Efteling. Prachtig lettertype. Met daarboven de gefiguurzaagde afbeelding van de koets volgepakt met mensen. En twee spannen paarden ervoor. Prachtig dat hij hier hangt. Ja, eerst wilden we hem ruimtelijk ophangen. Dat je twee kanten kon zien. Want hij is tweezijdig. Maar we hebben toch weer deze oplossing gekozen. Kijk, nou moet hij nog terug op de Europalaan. Ja. Hier komen bij de Kikkerkoning met met een kikker. Oh, die is van 2000. Deze ziet er al wel moderner uit, zoals we hem ook kennen. Hier zie ik trouwens ook weer zo'n piekprint die we helemaal niet kennen. Echt een hele vlotte aquarel bijna.
Van hoe dat de kikkerfontein zelf vormgegeven zou moeten worden. Met eigenlijk gewoon wat potloodstrepen en wat vlugge vlekke verf. Kijk, en hij zegt ook hier mooie steenblokken. Ja, ook hier en daar in het water. Piek was echt al de man van de details, hè? Ja. Hier zie je dat ze aan het experimenteren zijn met die bal en die vijver. Of die stralen, dat die bal omhoog houden. Prachtige bouwfoto's van de kikkerkoning, ja. Waarbij de Efteling er totaal anders uitziet ziet dan nu, hè? Een stuk kaler in ieder geval. Een ruige vlakte met hier en daar een naaldboompje. Oeh, en daar een echte houten ruiter van de klok van de magische klok. Met ook eens een hele vlotte schets van Piek. Maar daarnaast zie ik iets, Paul. Ik zie hem ook. Een technische tekening volgens mij van het sprookje. Onbekende maker staat erop. Zou zomaar opdenkkamp kunnen zijn, denk ik. Nou, dat heb ik bekeken, maar volgens mij is dit niet zijn signatuur. Dus het is vast een collega van hem. Ik hoop dat de echte maker door deze tentoonstelling misschien ook duidelijk wordt. Dat iemand het toch weet en dat we het kunnen toevoegen. Het is echt een technische tekening en er staat boven muur, sprookjestuin, mechanisch ontwerp. Ik zou bijna denken, het is een tekening van Reinders, of in ieder geval de uitwerking van Reinders. Want we zien hier echt tot in het kleinste detail het sprookje van de magische klok ontworpen. Maar dan ook met alle techniek, hoe dat werkt vanuit de controlekamer en de aandrijving van de herauten. En hoe het dan in een heraut in elkaar zit met een luidspreker. Dit is echt super gaaf. Is het zelfs nog eentje met een gasleiding of een gasbuis die ingegoten zou worden in de herauten? Hier is er genoeg om uit te pluizen nog voor ons, Tim. Ja, en kijk hier links dan, Paul. De originele toverspiegel uit het Sprookjesmuseum. En hij werkt. Oh, wauw, ja. Dit is heel wat jaren geleden, Tim, dat ik daarvoor heb gestaan. Ja, maar we hebben er als kind hebben we hier allebei denk ik heel vaak voor gestaan. Want we zijn het Sprookjesmuseum, maar dat wat we nu dus kennen als het huisje van vrouw Holle, was vroeger het Sprookjesmuseum. En dan had je een aparte ruimte met een toverspiegel. En die spiegel die hangt hier gewoon en hij werkt weer. Ja, ze hebben hem bij de Efteling speciaal voor deze tentoonstelling gerestaureerd. Wow. Dus dat is echt, ik ben heel blij dat hij hier mag hangen. Ik zie ook nog een bekende kop. Tenminste, een bekende achterkant van de kop. Oh. Ja, hier zo weer, Tim. Mijn opa. Ja, opa ligt hier gewoon in de vitrine. Ja, twee keer zelfs. Ah. Ja, heel gaaf. Foto's, bouwfoto's van het Sprookjesbos. Ik zie hier ook de twee houten mannetjes die de ruimte van de toverspiegel flankeerden in het Sprookjesmuseum. Die hangen hier ook. En een eerdere versie van de sprekende papegaai. Oh, en ook hier weer trouwens echt een fantastische technische tekening van Langnek. Oh, zo. Dat zie je ook goed. Hoe ver, spoiler, zijn nek de grond in gaat. Ja. 4,80 meter. En toen heette die nog niet eens Langnek. Hè? Toen was het de trouwe dienaar. Die heb ik nog niet eerder gehoord. Ik heb hiervan trouwens gehoord dat hij ondertussen wel weer wat langer of wat hoger is. Of zijn nek. Dus misschien dat dit nog iets. Dat dit wel echt de eerste tekening. Hè? Dus vaste aanpassingen gedaan. Een nieuwe techniek misschien ook toegepast. Inmiddels. Nieuwe techniek inderdaad. Ja. En hier allerlei originele foto's van de vormgeving van Kogeloog. En de originele Langnek met echt een schitterende hoofd. Bijna net zoals op tekening. Ja, heel veel originele piekprenten hier. Komen ook Hollebolle Gijs tegen. En hier ook aandacht voor de prullenmannen, Tim. Ja, inderdaad. De originele ontwerptekening van het melkmeisje. Wat we natuurlijk nu een eerbetoon aan vinden in speeltuin Kindervreugd. En dit is trouwens gewoon überhaupt het afvalverwerkingshoekje. Want is dat ook nog een Hollebolle Gijs? Dit is volgens mij de evenementengijs. Klopt. Hij doet het wel. Hij zegt papier hier. En ook dankjewel als je er iets in gooit. Maar als we hem aanzetten, als hij ook echt wil slurpen of slokken, dan dat geeft een enorm kabaal. Dus ik denk dat we hem soms aanzetten. Ja. Oeh, maar als we hier rechts de hoek omlopen, Tim, dan zien we toch een object dat ik nu nooit van zo dichtbij heb kunnen bekijken. Nee, inderdaad. We vinden hier de twee hoofden uit de glazen bol van de Oosterse geest. Ja, die normaal gesproken al in Via Peppers Coast te zien waren. Ja. Vet toch? Zo, die zijn gedetailleerd. Wat gaaf. Echt onnodig gedetailleerd voor hoe wazig die Peppers Ghost er af en toe was. Want dit, Joris, we zijn nu weer in een andere ruimte beland. En hier vertellen jullie het verhaal, zeg maar de groei van de Efteling van het Sprookjesbos naar het attractiepark. Ja, klopt. We hebben het Sprookjesbos zijn we net doorheen gelopen eigenlijk. En nu gaan we eigenlijk wat hoofdpunten belangs uit de geschiedenis die daarna kwam. Nou, Hollebolle Gijs is daar een van. Dat werd ook al snel een bezoek of een vaste figuur in het park. En wat ik eigenlijk als een soort mijlpaaltje heb genomen is de Indische Waterlelies. Heel terecht. Eigenlijk, nou, ik zeg het altijd zo als een attractie die echt qua schaal opeens een heel stuk groter is dan de rest.
wel op basis van een sprookje. Maar toch wel een andere weg. Hè. Ook iets overdekt, waar mensen gewoon ook weer slecht weer goed konden vertoeven. En dat zet voor mijn gevoel echt wel een soort gang in werking van steeds weer nieuwe attracties. Om nieuwe mensen te trekken en om mensen nog een keer te trekken. Daarna heb je natuurlijk het Spookslot. Wat dan ook een nog weer grotere attractie eigenlijk is. Waar de sprookjes een beetje los worden gelaten. Wat meer een sfeer is, een spooksfeer. Laten we eens kijken wat hier allemaal te vinden is. Ik zie dat er hier en daar ook videoschermen hangen. Niet zozeer met beelden uit die documentaire die is gemaakt, maar met de oude beelden. Ja, dit is een registratie van de Indische Waterlelies uit 1966. Dus het is echt volgens mij op de openingsdag is het zelfs gefilmd. Ja, de schermen zijn stil, maar er hangen oortjes bij waarmee je ook de bijbehorende muziek kunt luisteren. Ja, ik dacht, als we die muziek ook in de tentoonstelling zelf laten horen, dan wordt het dansen. Dansen, ja. Hier een fantastisch hoekje met allemaal vitrines helemaal gewijd aan de Indische Waterlelies. Is het nou een lichtplan? Ja. Van Faps toe. Zo. Hier liggen allemaal technische documenten van de bouw van de Indische Waterlelies. Wat jij zegt inderdaad, gewoon echt een lichtplan. Daar kan Erik Brekelmans nog een puntje aan zuigen. Nou, dat zou ik niet altijd tegen hem zeggen, denk ik. Ook hier weer een heel draaiboek van het sprookje. Volgens mij van de hand van Peter Reiners. Hele toffe bouwfoto's. Een aantal bekend uit jubileumboeken, maar een aantal heb ik ook nog niet eerder gezien. Ken je die? Van een nog lege loods? Nee. Dat is een van de foto's die ik nog nooit heb gezien. Dat is tof. Gewoon een lege loods. Ja, je ziet dat ze daar langzaam aan het opbouwen zijn inderdaad, de scène. Hier hangt ook een kostuum van een van de elfjes. Ook een hele bijzondere tekening van Anton Pieck van een eerder plan voor de Indische Waterlelies. Hè? Waarbij het volgens mij de bedoeling was om een soort dioramaatje te maken in een kast. Ja, de volgorde is een beetje eigenlijk eerst het Spookslot. En dat ook eigenlijk een beetje de tijd dat Tom van der Ven het stokje overneemt van Anton Pieck. Dit is nog de aanzet die Anton Pieck voor het Spookslot heeft gegeven. Wow. Jullie zullen hem kennen. Ja, zeker. Dus het is het origineel. Die hebben we nog nooit zo groot gezien. Ja, dit is dus best een groot formaat ook. Ja. Dus dat zie je niet. Dat krijg je in een boek ook niet zo goed mee. Nee. Ja, in het Efteling Museum zelf hangen natuurlijk wel wat tekeningen. Veel reproducties volgens mij. Ja. Alleen die zijn dan allemaal A4 groter, misschien net iets groter. Ja. Maar dit is echt een aardig formaat, ja. Het is natuurlijk ook het voordeel dat je hier in een goed beveiligd museum loopt. En hier kun je wel de originele ophangen. En in een Efteling museum zeker, natuurlijk niet. Hier ook een aantal hele vlugge schetsen van Tom van der Ven voor het Spookslot. Ook nog nooit eerder gezien. Oh ja. Echt hele snelle potloodtekeningen. Ik voel wat FTP die updates aankomen. Ja, best bijzonder, want Tom die gooide altijd alles weg. Maar dit is toch bewaard gebleven. Dat hoorde ik ook van Gerrie inderdaad. Maar ik denk, het is toch nogal wat uit zijn, zijn weggooigeest ontsnapt. De drie rechters uit die natuurlijk boven in de hoofdshow zaten, zie ik hier. Deze ogen zijn gaaf, hè? Ja. Oh, de reuzenhand. Die kennen we natuurlijk uit de Vlederikkenzaal. Ja, en hier. Wat voor dikkie. Ik mag niet vloeken in de podcast, maar daar ligt hij, hoor. Dit is de viool uit het Spookslot? Dit is de viool uit het Spookslot, ja. Klopt. Originele viool. Ja. Helemaal geschilderd in, wat is het? Neon, geel, groen. Blacklight verf, denk ik, toch? Ja. Ja, dus inderdaad met Blacklight dan die viool die sprong eruit natuurlijk. En daardoor zag je de omgeving van die viool wat minder. Helemaal die aandacht op die viool. En je ziet ook mooi zo'n metalen ring erin zitten waar dan de strijkstok doorheen ging. Vanaf afstand zie je natuurlijk helemaal niet. Maar dat is natuurlijk hoe het trucje werkt. Ja, die is dan in zwart en daardoor valt hij weg natuurlijk. Ja, je kunt duidelijk zien dat dit het origineel is aan alle gebruiksporen. Ja. Het was heel grappig, want het Spookslot sloot natuurlijk. De spullen, er zijn een aantal objecten zijn bewaard gebleven uit het Spookslot. En ik kwam dus deze viool ook in een van de depots tegen. Maar je moet je bedenken dat er om deze viool gewoon een hele constructie zat. Die ook die stok kon laten bewegen. En dat had hier niet gepast. Dat was, dat hier misschien net een paar vierkante meter had je wel nodig gehad. Om alleen al die vioolconstructie hier te laten zien. En ook hier weer prachtige bouwfoto's van het Spookslot. Ook een aantal die we nog nooit eerder hebben gezien. Een aantal mooie foto's van Kate Bush natuurlijk. En niet voor niks, want hiernaast is een hele vitrine gewijd aan Kate. Oh, hier staat ook de grafsteen, Tim. Ja, de grafsteen met het opschrift Kate Bush. Die natuurlijk vervaardigd is voor de opnames van haar videoclips. Ja, er waren veel liefhebbers die zich afvroegen wat ermee is gebeurd. Nou, hij is er nog. En hij staat op dit moment in het museum. Hij staat echt in het museum, ja. Maar dan draai ik me om en dan krijg ik het de hele tijd warm hier in dit museum. Maar dit is volgens mij de originele maquette voor Station Halfweg. We presenteren hem als een van de voorlopers van het Spookslot. Maar wel een versie die echt niet gerealiseerd is. Volgens mij is hier nog sprake van twee attracties. Een Spookslot en daarmee een soort achtbaanarena.
Maar uiteindelijk is het een heel ander plan geworden. Maar ik vond hem te gaaf om niet te laten zien. Ja, hij is prachtig. Hè? Hij zou ook zo in het diorama passen trouwens. Ja, ik zat dus eens te twijfelen wat het was. Want het heeft wel iets weg van station Halfwegplan wat wij kennen. Die maquette die jij uit hebt gevonden, Tim. Met aan de linkerkant, dus voor de plek waar wij nu staan, een soort arena. Maar is het misschien niet een realisatie? Nou, zou het heel vroegbaar zijn geweest. Maar voor het Aveldplan, die spookruïne die daar stond. Ik zie namelijk wel een paar paden waar een achtbaanspoor zou kunnen lopen in de maquette. Ja. Ja, er zijn natuurlijk heel veel varianten geweest, hè, voordat het uiteindelijk een spookslot is ontworpen. Dit zou ze wel zo in het park neer mogen zetten overigens. Hij komt uit 1972, zie ik. Dus dat zal inderdaad nog echt een verre voorloper van het spookslot zijn. Moeten we ook nog even goed rondkijken. Want hier hebben we een hoekje opgedragen aan de lava. We zien hier een oermoeder Lot animatronic, denk ik. Of een beeld. Ja, het is een beeld. Maar... ja, nog een hele vroege uit 1989. Dit zal dan een van de eerst gerealiseerde laven zijn geweest. Toen we dit tentoonstelling aan het opbouwen waren, toen maakten we wel een beetje grapjes over moeder Lot. Maar Patrick, die was hier bij de sprookjesboom, was die bezig iets qua met belichting goed te doen of te schikken. En die zei van, ja, eigenlijk mogen jullie geen grapjes maken. Ze is er zelf bij. Dus dat is moesten we eventjes, ons leren beheersen. Mooi hoe je in die illusie hoort te blijven dan. Hè? Wat ik wel mooi vind hier, want hier is een heel hoekje gewijd aan het lavelaar. Maar het leuke is dat je het hier wel in de volle breedte ziet. Hè? Dus niet alleen tekeningen van Ton van der Ven en objecten uit het lavelaar. Maar ook een laafkrant, maar ook de laafloop. Dus je ziet hier echt hoe het volk van Laaf veel meer was dan alleen een attractie. En ook Laafse lurk en een Laafse lekkernij. Ja, lariekoek. En we hebben ook nog een larfje hangen hier in de korf. Ja, en hier inderdaad de laafkrant. Ik heb hem zelf thuis ook nog liggen, gelukkig. Uitnodiging volgens mij voor de opening van het lavelaar. En de laaflauf, Tim. Ja. Het cassettebandje, de Duitse variant van de laafloop. Ja, ik heb hier de Franse, heb ik hem maar even uitgedaan. Parcours de laaf. Een echt cassettebandje uit onze jeugd, Paul. Dan moet ik mijn kinderen wel uit gaan leggen, denk ik, als we hier gaan kijken. Hier nog een aantal hele toffe, vlotte tekeningen van Ton van der Ven voor Funny Village. Wat natuurlijk de projectnaam was van het volk van Laaf. En dan komen we hier bij een tekening van het Huis van de Vijf Zintuigen. Met een maquette erbij van de constructie van hoe de balken allemaal in elkaar steken. Ja, dit is de maquette zo te zien. Het is natuurlijk wel een leuk verhaal, want het ontwerp van Ton voor het Huis van de Vijf Zintuigen was zo ingewikkeld dat ze eerst de maquette hebben gebouwd en die digitaal hebben ingelezen en op basis daarvan hebben ze de tekeningen gemaakt. Dus dat is echt de omgekeerde wereld bijna. Ja, volgens mij kwam het er ook op neer dat de balken die aangevoerd werden, dat die eigenlijk in een tekening, dan zijn die gewoon recht. Maar als ze aankomen, dan zijn ze altijd wel een beetje krommer dan de ideale wereld. En dat gaf volgens mij echt problemen bij te bouwen. Dus daarom hadden ze ook zo'n maquette nodig. Ja, wel heel gaaf. Die extreem gedetailleerde technische tekening van Ton voor het Huis van de Vijf Zintuigen. Met ook een stukje thematisering wat uiteindelijk nooit is gerealiseerd. Hey, zouden jullie nog eens naar de maquette willen kijken? Wij konden zelf heel moeilijk zien wat nou de voorkant en de achterkant was. Hij staat hier goed? Dit moet de hoofdentree zijn deze kant op. En die heeft de grootste punt, toch? Ja. Okay. Hij staat goed. Nee. Dat is heel lastig om te zien op foto's. Waar kijken we naar? Ja, het is ook lastig omdat de maquette wel vrij symmetrisch is. Terwijl in de praktijk is het Huis van de Vijf Zintuigen natuurlijk niet symmetrisch. Valt ook om, want de rechterpunt is wel echt dikker dan de linkerpunt. Ja, in dat geval staat hij goed zo. Ja, wel goed gedaan, Joris. Perfect. Hier nog een maquette, maar dan heel anders van stijl. Namelijk een enorm gedetailleerde maquette van de Sprookjesboom. Ja, uit 2009... Ook wel tof om dat te zien, hè? Met ook wat ontwerptekeningen erbij. Ja. Oh, hier een gevel aanzicht van Ravelijn, de ontwerptekening door Sander de Bruin. Heel gaaf. En ook tof dat we hier eindelijk een keer een outfit van Ruiter Thomas tot in het kleinste detail kunnen bestuderen. Er mist nog één object. Is een zwaard? Is een zwaard, inderdaad. Maar die moet die wordt bijkomen. Op dit moment naarstig gezocht. Oh. Dus mijn collega Tessel die grapte al van, hey, misschien maken we er een iets wat feministische touch en zetten we er een stofzuiger naast. Of een zwabber. Maar het echte zwaard komt heus. Dus die wordt nog geplaatst. Kijk, met die dingen kunnen we dat glas uittillen en dan zetten we het zwaard erbij. Als je dus entertainment mist in de Efteling met de zwaard de komende weken, dan weet je waar het zwaard is gebleven. Het staat in het museum. Hier zie ik trouwens ook mooie beelden van het kostuumatelier met een interview met Carla de Kroon. Dat kan je hier ook luisteren. Ah, die hebben ook ondertiteling, dus dat is wel handig, ja. Kijk, hoe gaan we naar een stukje Carnaval Festival? Ja, wat ik net nog niet verteld heb, is maar je hebt in de tentoonstelling, in het verhaal, heb je een aantal intermezzo's, noem ik ze. Eentje gaat over Hollebolle Gijs, is een beetje zo'n intermezzo. En dit is eigenlijk een intermezzo over de narren van de Efteling. Oh. Dan beginnen we met Dio Oberon, Jokie, en daarna natuurlijk Pardoes en Pardijn.
Oeh, dit is trouwens echt een hele oude pop uit Carnaval Festival die we tegenwoordig niet meer terugzien in de attractie. Die Jokie die stond zeg maar voor de actiefoto. Die heb ik ook heel vaak gezien vroeger. Een allereerste knuffeltje van Jokie. Oh, die was niet zo eng als de allereerste Jokie pop in het park. Dus de rondlopende pop, zeg maar. Hé, hey, en hier ontzettend gave originele ontwerptekeningen van Henny Knoet voor Pardoes. Waarbij de middelste wel echt de Pardoes uit mijn jeugd is. Oh ja, natuurlijk de eerste Pardoes, die was heel eng in het park rond. Ja. De eerste Jokie trouwens ook. En zelfs een technische tekening van Henny Knoet voor hoe Pardoes eruit moest zien qua verhoudingen. Dit is dan wel een recentere versie. 1989, dit is echt het origineel. Ja, ja, maar de eerste versie van de karakter die rondliep, die was natuurlijk wel anders vormgegeven dan dit. Of dat was misschien in de uitvoering een beetje mislukt. Het is nog heel erg rood, geel en goud. Hè? En dan met die witte benen, witte majo's en witte handschoenen. We hebben ze ook echt hoor, ze staan hier om het hoekje. Oh. Ja, schrik niet. Ah, kijk, hier staan Pardoes en Pardijn in vol ornaat. Je kun je ook eens gewoon ongegeneerd op je gemak het hele pak bestuderen. Dat kan natuurlijk niet in het park. Ik zie wel dat dit oudere versies zijn. Dat is wel tof. Uit de jaren 90. Ja, dat is volgens mij ook voor het eerst dat dit te zien is. Dat er Pardoes en Pardijnpoppen zonder iemand erin te zien zijn. Bij de opening komende zaterdag dan is er ook echt een duo aanwezig om de bezoekers te verwelkomen. Ze staan trouwens ook voor een enorm grote foto van Symbolica. En dan komen we hier volgens mij weer bij een andere themaruimte, toch? Thrill Rides. Ja, klopt. We hebben nu een beetje echt, nou, in zeven mijlslaarzen zijn we door de geschiedenis van het Sprookjesbos gegaan, van de Efteling. En hier heb ik een soort, hier gaan we die chronologie een beetje loslaten. Rechts heb ik een hoofdstuk met alle dark rides. Daar is het ook een stuk donkerder op. Daar is het ook een stuk donkerder inderdaad. Nou, dat is voor de sfeer hartstikke goed. En daar is mijn collega Tom van der Heijden nog bezig om de laatste hand aan de beveiligingscamera's te leggen. En aan de linkerkant de trail rides, dus de achtbanen. Oeh, waar gaan we eens naartoe? En ik denk dat het goed is om even nog stil te staan bij de trail rides. En natuurlijk de Python. Omdat dat ook wel een soort keerpunt in het park is geweest. Waarbij er opeens, nou ja, jullie weten het, een stalen gevaarte in het park verschijnt. Met een enorme aantrekkingskracht op jongeren. Die er toch echt voor heeft gezorgd dat het park groeide. Ja, en niet te vergeten, als we ons dan omdraaien, dan zien we hier toch ook wel een belangrijk element in de geschiedenis van de Efteling. Een soort altaartje voor de Bob. Ja. Hier kun je een foto van jezelf maken als ware je in de Bob zat. Ik heb deze eigenlijk nooit gedaan. Hoe was die? Ja, die was goed te doen. Voor, was goed te doen? Ja, voor iedereen. Ja. Bob was heel tof eigenlijk. Ook heel uniek. Want de Efteling was een van de laatste drie parken ter wereld waar er nog eentje stond op een gegeven moment. Ja, en heel uniek. Je lag daar vrij in de baan in je Bob, hè? Geen spoor onder je. Zullen we eerst naar de Dark Rides gaan? Ja, jij kent de volgorde, Joris. Laten we dat doen. Hier, het hangt er nog niet, maar hier beginnen we eigenlijk met de geur van Vater Morgana. Oh. Die is hier te ruiken. Hier komt een flesje in en dan kun je in een bolletje knijpen en dan kun je die geur ruiken. Eén van de geuren. Oh, wow. Ja. Nou, dus de Dark Ride nummer 1 is natuurlijk de Vater Morgana. Zien we hier de originele tekeningen van. Ja, van de eerste plannen. Van de eerste plannen. Ja, dit is inderdaad niet een uitgevoerde versie. Wel iets met bootjes. Maar dat is later toch wegens ruimtegebrek op het eiland volgens mij een andere locatie geworden. Ja klopt. Dit is nog het Gondoletta-plan eigenlijk. Hè? Hier ook hele mooie, ja, bijna schilderijtjes van Tom van der Ven voor de verschillende decors in de attractie en de verschillende figuren. Dit soort vellen zijn ook heerlijk. Hè? Van die gezichten die je allemaal bij elkaar hebt. Ja, ook wat beelden van de bouw van de Vater Morgana. Die we natuurlijk ook kennen uit de docu van de Vijf Zintuigen. Oeh, hier een maquette van de gin erop geschreven. Op een houten latje wat er bovenin zit. Ik ben Gino. Waar ik zelf echt super om moest lachen is. Nou, we zullen hem hier zo zien. Hier zijn ze inderdaad aan het sculptuur aan het maken. Maar zometeen zie je de commercial van André van Duin die gemaakt heeft voor Vater Morgana. Ja, die is sowieso al super grappig. Maar ook nog wat making-of beelden dat ze die aan het schieten zijn. Of schieten, aan het filmen zijn eigenlijk. Het is eigenlijk een heel hoekje met een ode aan gin. Hè? Met inderdaad een heel rudimentair model van hoe dat die boven de vaargeul zou staan. Maar daar ook een mooie gedetailleerde versie van de kop. Oh ja. En ook heel wat detailtekeningen van Ton voor gin. Ik zie onze vriend Mari van Heumen hier ook nog. Oh, met een animatronic op een foto, ja.
Is dat nou eens een bewuste keuze, Joris, om te zeggen van nou, we kunnen 1001 dingen laten zien van Fata Morgana, maar we kiezen ervoor om bijvoorbeeld zo'n gin uit te lichten? Nou, deze gin, dit was ook gewoon een lekker groot object die nog in de archieven stond of in de depots. Dus die is ook te gaaf om niet te laten zien. Het is echt hij komt ook voor in het stukje film. Daar zie je hem ook staan. Hij is natuurlijk ook echt een model geweest voor het uiteindelijke model. En dat geldt ook voor deze tekening natuurlijk. Dat is de tekening van de kop van de gin. En hier het gipsmodel. Daar is weer de grote versie van gemaakt. Ja. Dus dat zie je ook in het stukje film gebeuren. En hier komt nog een geur, gok ik. Daar komt nog een geur, ja. En dan gaan we naar de hoek over Droomvlucht. Dit zijn een paar van de schetsen van de aquarellen van Ton die hij heeft gebruikt om de attractie te pitchen, gok ik. Oeh, ik heb deze volgens mij ook nog nooit gezien. Een hele gedetailleerde tekening van de ingang van Droomvlucht. Was maar ooit zo uitgevoerd. Gaat Droomvlucht nou komend weekend weer voor het eerst open, sinds lange tijd? Dus eigenlijk tegelijkertijd met de tentoonstelling. Ja. Het is een feestweekend, hè? Deze tentoonstelling open en Droomvlucht. Ja, hier hebben we een paar elfjes. En nou, zoals jullie ook gehoord hebben in het nieuws, zometeen ook elfjes van kleur in, in de Droomvlucht. Die hebben we nog niet, maar wel deze twee elfjes. En ja, jullie kijken nu naar, dit is echt de kleinste maquette die je kon vinden. Echt een micro-maquette. En daar zie je de grootste. Dus die is ook wel leuk om naast elkaar te laten zien. Ja, want dit is inderdaad een hele kleine maquette van de ingangspartij van Droomvlucht. Ja, de hele maquette is nog 10 bij 12 centimeter. Kijk er maar eens in, je ziet echt aan die bollen hangen. Ja, heel gaaf. Hier de schetsen inderdaad van het elfjes, maar als we naar rechts kijken, je kan er niet omheen. Zo. Een gigantische opengewerkte maquette van Symbolica, van het huidige attractiegebouw zoals we het nu kennen. Wauw. Wist jij dat dit ooit geconstrueerd is voor de attractie? Ik heb dit echt nog nooit gezien. Dit is echt fenomenaal. Wat een ongelooflijke hoeveelheid detail zit hierin, zeg. Ah, hij is bijna zoals uitgevoerd trouwens. De buitenkant klopt redelijk goed, maar de binnenkant die is volgens mij exact zoals verwacht. Met inderdaad zelfs de sporen uitgetekend. En we kijken nu naar het wonderdepot en hoe de track daar dus loopt. Of tenminste de draden in de vloer. En met alle mini-scènetjes erbij en de boudoirs. Dit is wel heel tof, joh. Ja, de scènes zijn ook helemaal tot in detail uitgewerkt met fantasievadertjes ertussen. Dit is echt een maquette om op te kwijlen. Oh. Nou ja, doe maar niet, maar... Je kunt hier, wij moeten er nu natuurlijk gezien de tijd op hoog tempo langs. Maar ik denk dat je hier minutenlang je ogen uit kunt kijken. Oh, en hier een hoop detailtekeningen van de buitenkant. Dit is echt heel tof, ja. Nou, tekeningen voor Polles Keuken. Waar je dus echt kunt zien hoe de ontwerpers tegenwoordig alles tot in het kleinste detail uitwerken. Tekeningen van Botanicum. Oei, een model van de fabelvis. Ja, deze staat bij ons normaal in de Brabantzaal samen met een fantasievaarder. Maar nu hebben we hem dus tijdelijk even van boven. Hierboven hebben we hier naar beneden gehaald. Omdat jij hoort hier natuurlijk bij. En hier zien we volgens mij ook een tekening die we nog niet eerder hebben gezien. Dit is een technische tekening die is opgewerkt van eigenlijk de buitenruimte rond Symbolica, hè? Van het Harthof. Ja, het is vooral de wachtrij die hier veel afwijkt van hoe het nu is. Ook tof om te zien hoe er dus ook aandacht wordt besteed aan het ontwerp van de buitenruimte. Hey, en wat zien we daar, Tim? Bovenin hier aan het Harthof. Toch een podium. Een podium in ontwikkeling. Dit is tof. Ja, dit is heel vet. En tof, hiernaast hangt ook weer een groot scherm met daarop beelden van de documentaire. Met in dit geval Patrick van den Nieuwenhuizen, natuurlijk de allround vormgever die we ook al een paar keer hebben gesproken bij Kleine Boodschap, die hier door Symbolica heen wandelt. Er staat ook nog een optie voor losse horeca, recht tegenover Polles Keuken. Ja, heel tof om Patrick hier aan het werk te zien in Symbolica. Kijk, ja, dit vind ik altijd een gaaf. De draaien, de zwevende taart. Ja, mooi hoe hier ook belangrijke medewerkers uit de wereld van de Efteling echt de aandacht krijgen. Ja, aan het woord zijn eventjes, hè? Kijk, en dan lopen we al tegen een video aan van Python. Een vrij oude met de oude karretjes nog. En dan komen we dus in de hoek over de trail rides. Volgens mij als we hier de gang hiernaast pakken, Tim, dan komen we nog bij de tijdlijn van de Efteling. Maar de trail rides, is dat een bekende maquette? Ja, is van de Baron 1898. Maar dit is niet de maquette uit Ravelijn volgens mij. Deze stond in de ingang in de hal van Rijvelijn volgens mij. Oh, dan is deze nog groter dan ik me kon herinneren. Wow. Hij lijkt hier ook wat groter, dat vind ik ook. Ja, klopt. Maar er staan hier echt enorm veel maquettes in deze tentoonstelling, zeg. Ja, vooral in dit deel. Dit wordt echt smullen voor al onze luisteraars. Maar eigenlijk zijn we nu bij de meest recente achtbaan aangekomen. Ja, tenminste, Max en Moritz hebben we misschien ook nog. Maar we moeten aan deze kant gaan kijken, denk ik. Want hier gaat het eerst over Python. Toffe ontwerptekening voor Python Pietje.
Ja, de Python heeft ook wat gedaanteveranderingen gehad, hè? En dit is volgens mij, bij mijn weten, is dit de eerste Python-uitvoering. En later is die slang is een beetje van gedaante veranderd. Oh, hier hangt gewoon het originele entreebord aan de muur. Ja. Ook van ijzer. Dat is echt een stalen, stalen monster eigenlijk, hè? Nu pas opvalt, ik zal de laatste zijn die het opvalt, maar is dat de staart gekruld is net zoals de kurkentrekker van de Python. Ja, heel goed. Hier een Python-diploma van Frans Klis, de vader van Anja Klis. Ah, de vader van, gesproken hebben in Kleine Boodschap. Hey, moest je die nou kopen, de diploma's, of kreeg je die? Volgens mij kreeg je die. Ja, oké. Okay. Nou. Ja. En heel veel bouwfoto's van de Python, waarvan ook een aantal die we ook nooit eerder hebben gezien. Ja, en hier ook foto's van de befaamde demonstratie tegen het stilleggen van de bouw. Daar heeft Marie van Heum natuurlijk al enorm veel over verteld. Let even op die langnek. Met die stroppen in zijn nek. Ja, die wordt gewurgd. Ook hier zitten weer een aantal foto's tussen die we nog nooit eerder hebben gezien in jubileumboeken. Oh, hier de eerste promovideo van Vogelrok, Tim. Oeh, die reclame, ja, met die fantastische keyboardmuziek van Ruud Bos. En hiernaast trouwens ook al een heel waardevol verzamelitem, namelijk de eerste cd-single van Vogelrok. En daar zijn, zoals de kenner weet, twee versies van. De anthracite, maar ook de originele blauwe. Met het gele veertje. En die ligt hier gewoon in de vitrine. Ik zag dit object. Dat vond ik bij Gerry natuurlijk in het archief. En ik deed dat ding open en dat veertje rolde eruit. En ik moest zo verschrikkelijk lachen. Ik dacht van, nou, deze moet erbij. Fantastische vinding. En hier ook prachtige ontwerptekeningen van Vogelrok. De ene die kennen we natuurlijk uit de opstaphal. Maar ook weer een nieuwe van het vooraanzicht van Vogelrok op het plein. Heel gaaf. Een toffe maquette van de entree van Vogelrok. Dan moeten we even oversteken naar de andere kant. Ja, hier hebben we eigenlijk weer zo'n intermezzo. En dit gaat over kip, eend en ezel. Ah, over de. Dus we gaan al een beetje richting de merchandise rondom de Efteling. En dit is een van de eerste munten. Uit 1956 is die volgens mij, die de ezel heeft uitgepoept eigenlijk. Oh, daar zat toen nog chocola in. Ja. Ja. Hij ging open toen we hem aan het installeren waren. En er zit ook echt zo'n chocola in deze. Dat is heel lang houdbaar, hè? Heb je geproefd? Ik heb niet geproefd, nee. En wat ik hier heel bijzonder vind, daarom ligt hij ook open op deze pagina. In 1956 zijn er al 118.822 van die munten uitgepoept. Oh ja. Dit is een soort jaarverslag af van een letter hier. Ja, klopt. Met foto's van de geluidsopname van de ezel. Die eieren hebben we opengemaakt om te kijken wat voor spulletjes erin zaten. En die snoepjes die roken nog echt zo enorm naar fruit. Daar was ik wel verbaasd over. Ook hele gave tekeningen van de gekroonde eend. Ja, hier in de bekende buste, Tim. De buste van Baron Hoogmoed, Gustav Hoogmoed. Ja, kennen we natuurlijk uit het voorportaal van de attractie. Maar die is daar niet weg, lijkt me. Het is een replica daarvan, of gewoon de studie. In ontwikkeling, ja, ja. Oh. Ik vond ook een buste zonder de baard. Maar ik vond die met baard is toch wel indrukwekkend. Ja, zeker. En deze is ook van de hand van Patrick van den Nieuwhuizen. Maar dan zonder hoed, lees ik hier. Ja, hij heeft eigenlijk zijn hoed op, volgens mij. En hier een aantal prachtig gedetailleerde tekeningen van Sander de Bruin. Zowel het aanzicht van het gebouw en de schachttoren. Maar ook heel veel details van het gebouw. Hè. Echt tot in het kleinste detail uitgewerkt. En aandacht voor het boek. Ja, hier komt ook een geureffect. Geureffect horen bij Baron 1898? Hier kunnen volgens mij bezoekers een geur raden welke het is. Oh, ja. Oké. Okay. Nou, dat kunnen wij nog niet doen. Dus we moeten toch nog een keer terug. Nee, de geuren doen het nog niet. Die worden nu geïnstalleerd. We gaan sowieso nog een keer terug, hè, Paul. We hebben al afgesproken dat we met onze vrouwen en kinderen nog een keer langskomen. Hier zijn we bij het laatste hoofdstuk eigenlijk. Dat is alles Efteling. Wat allemaal bewaard wordt gebleven in de Efteling is ook alle merchandise die ze daar maken. Rondom alle attracties, rondom Pardoes, noem maar op. Ik dacht, het is ondoenlijk om daar een selectie uit te gaan maken. Ik heb Langnek gekozen, omdat hij in het begin natuurlijk als originele tekening van Piek in het Spookjesbos aan bod komt. Hier zien we allerlei soorten Langnek souvenirs. Ik moest verschrikkelijk lachen om deze Langnek taart die er ooit gemaakt is. Maar ook al die rietjes, popjes, sleutelhangers, glazen bollen, kerstballen. Ik vond het fantastisch om te zien wat er allemaal verzonnen werd rondom dit figuur. Maar zo is het dus eigenlijk bij heel veel figuren uit de Efteling. Worden dit soort dingen gemaakt. Ja, wel heel krachtig dat je hebt gezegd van we pakken gewoon één figuur. En we laten daar alle merchandise rond. Ja, en dit bordje, ja, daar had van Gerry nog een speciaal verhaal bij. Gerry van Dongen uit de archivaris. Dat het ergens gehangen heeft als een soort wegwijzer volgens mij in het Sprookjesbos vroeger. Herkennen jullie het?
Nee, dat is van voor onze tijd. Oké, okay, ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het echt oud is inderdaad. Klopt. Ja, heel gaaf. En hier op de wand volgens mij heel veel pins. 555 pins zijn het. Wow. Die heb ik samen met Gerry geprikt in een zo mooi mogelijke volgorde. Dat is aardig gelukt. Ik denk dat de pinverzamelaars onder onze luisteraars, die zullen hier wel even wat te kijken hebben. Oh, en hier allemaal oude entreekaartjes. Dat is tof. Oh, wauw. Ja, die gaan echt van het begin tot de meer recente kaartjes. En ik kan me herinneren dat toen ik jong was, toen waren deze volgens mij heel erg. Ook nog met echt een beetje dat Pardoes ook nog in die rood-geel-witte versie had. Ja, die grote entreekaart uit begin jaren 90 kan ik me ook nog goed herinneren. Daar heb ik ook nog een doosje van op zolder staan. Ja. Ja, kijk vooral even om deze hoek. Ik zag daar wel bekende koppen, Tim. Ja, de titel is ook Alles Efteling. En nou is er een podcast met de subtitel Alles Efteling. En ik zie hier inderdaad een videoscherm met twee lelijke koppen erop. Ja, het zal nu geen geheimen zijn, maar wij zijn ook onderdeel van de expositie. Ja. Kun je misschien zo vertellen, Joris, waarom jullie ervoor hebben gekozen om ook liefhebbers terug te laten komen? Wat mij opviel bij het werk aan deze tentoning is dat de liefde voor de Efteling eigenlijk best extreme vormen aanneemt, hè, bij sommige mensen. Oh, nou, jullie zijn daar ook wel voorbeelden van. Maar ja, ook we hadden het er net al even over. De muziek, de muziekuitvoering van de Efteling. Gelijk bomvol, die Brabanthallen. Ruilbeurzen voor souvenirs, voor de speltjes, voor noem maar op. Er zijn zoveel mensen met die Efteling bezig. Mensen die de Efteling naproberen te maken in hun tuin, in miniatuurversie. En zowel ook jullie als podcastmakers, die toch echt op zeer regelmatige basis enorme podcasts produceren. Superleuk. En daarom dachten we, nou, jullie zijn eigenlijk wel een goed voorbeeld van, hey, die willen we erbij hebben voor zo'n mini-documentaire. Ja, en dat is deze film geworden. Hebben jullie hem zelf al gezien eigenlijk? We hebben hem zelf al gezien. Ja, heel tof. We hebben gisteravond een preview gekregen. Dus, oké, mooi. Nee, ontzettend tof. Echt een hele eer dat we in deze tentoonstelling mogen verschijnen. En de beelden zijn lang geleden opgenomen. Kijk, dus hij kijkt heel serieus. Ja. Ja. Dat doe ik altijd. Ja, we hebben heel erg ons best moeten doen om al die tijd onze mond te houden. Maar het is gelukkig nog een geheim gebleven. Dus dat zal met deze aflevering komt het eindelijk naar buiten. En hoeven we ons mond er niet meer over te houden. Klopt. Nou, hier zie je dat de tentoonstelling. We hebben altijd. We programmeren heel vaak meerdere tentoonstellingen naast elkaar. Hier hebben we de tentoonstelling van Thomas Trum. Maar hier gaat het verder met de Efteling. Ja. En een van de gaafste plattegronden die ik tegenkwam was deze eigenlijk. Volgens mij is die uit 1953. Ja. U vertoeft er in een blijde wereld. Als je hem in het echt ziet, die is er nog niet. Die kleuren zijn fantastisch. Maar ik vond hem ook heel mooi om hier op het raam te plakken. Ja. Ja, dit is een van de plattegronden op volgens mij de binnenkant van het boekje Mam en Duppie voor de Kip. Daar hebben we hem voor het eerst gezien. Maar nou, het is stilistisch echt een fantastische plattegrond. Ja. Bij Disney zouden ze het een fun map noemen vroeger. Maar deze was er eerder dan de Disney plattegronden. Ha. Wat ik word trouwens wel eens gecorrigeerd. Want ik praat natuurlijk, als ik over de Efteling praat en ik praat over attracties. Dan heb ik het eigenlijk over de attracties van het Sprookjesbos. En de attracties die echt waar mensen in kunnen. Maar er was natuurlijk altijd al een speeltuin. Dat zou je ook een attractie kunnen noemen. Of een zwemvijver, een kanovijver, noem maar op. En hier ook heel tof een hoekje over de parkplattegronden. En met daarnaast een video van Ivo Suutmeijer. Ook een bekende binnen de Kleine Boodschap aflevering natuurlijk. Zeker. Oh, hier een hele gave plattegrond uit medio jaren 60, ja. Plattegrond uit 1970, een van de eerste winter Efteling plattegronden. Heel gaaf om te zien hoe die stijl zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Maar de mooiste hangt toch wel hier in de hoek. Plattegrond uit 1954. Heb jij deze ooit eerder gezien, Paul? Nee, het lijkt een beetje een voorloper van de plattegrond die we op het raam hebben gezien. Ja, die kleuren zijn gaaf, hè? Ja. Heel gaaf, een hele mooie stijl. Bij die plattegronden kun je natuurlijk ook zien de enorme groei van het park. Hè? Dat het in elke decennium is er toch weer een heel stuk bijgekomen. En dan brengt ons gelijk ook een beetje naar dit hoofdstuk. Dit is een grote wand met allemaal krantenartikelen of nieuwsberichten eigenlijk die verschenen zijn. Nou, in een heel korte tijdsbestek, de laatste paar jaar, over de Efteling. We hebben het ook genoemd Efteling in de samenleving. En daarin zie je hoe breed de Efteling eigenlijk in die samenleving zit. We belichten twee dingen. Discussies over attracties, die hebben we de laatste jaren natuurlijk veel gehad. En ook de grens aan de groei. Net als de boeren en eigenlijk alle Nederlanders heeft ook de Efteling te maken met toch restricties aan groei en aan stikstofuitstoot en dat soort dingen. En hierin vertellen ze ook dat ze in 2030 inderdaad klimaatneutraal willen zijn. En 2032 zelfs klimaatpositief.
Ja, ik zie hier heel veel krantenartikelen die wij de afgelopen jaren in de podcast hebben behandeld. En er eenmaal rechtsboven in de hoek trouwens ook een krantenartikel over ons. Inderdaad. Verveelt het? Nooit. Dat zijn ook bekende namen die we zien, de auteurs van de artikelen. Ja, inmiddels zijn we 70 afleveringen verder en het verveelt nog steeds niet. Hè? Ja. Deze kant, de andere, de wand er tegenover, die is dus volgeplakt met de bekende paddenstoelfoto's. Ook heel tof. Er zitten oude en nieuwe bij. Er komt daar nog een deurtje, een klein deurtje. En daar is de oplossing van de kinderbingo kaart is daar te vinden. Voor de kids. Maar er is dus wel voor de kinderen een speurtocht of iets in die geest. Ja, zeker. Ja, er is een bingo tocht eigenlijk. Hey, en hier zijn we dus bij het laatste stukje. Tentoonstelling hebben we allerlei dingen achter de schermen laten zien. Hebben de magie een beetje doorgeprikt. Ja. En hier gaan we weer een beetje terug die magie in. Dit heeft de Efteling als afsluiter voor de tentoonstelling gemaakt. Oh, dit is ook wel tof. We zien hier een hele grote ruimte met een soort fotoprint van een soort van sprookjesbos op de wanden. Ja, het is misschien nog wel verder geïdealiseerd sprookjesbos. Want de sprookjes liggen niet langs de paden van steen, maar die staan gewoon echt midden in het bos. En kijk daar, de rode schoentjes daar op die steen. Gaaf. Er staat een bekende prullenmand en een Eftelingse lantaarn en een drietal echte Anton Pieck bankjes met koptelefoons erbij. En het zijn gemoderniseerde versies, er zit elektronica in. Ja, precies. Ik denk als we die opzetten dat we dan de Efteling-ervaring gaan krijgen. Maar daar kunnen we nu... dan moeten de mensen zelf maar voor naar het museum komen. Ja, maar gaan jullie even zitten hoor. Ga maar proberen. Ze staan volgens mij nog heel hard. Dus voorzichtig. We moeten op de knop drukken. Nou, Pim en Paul hebben nu allebei hun koptelefoon op. Dus je kan gewoon even zelf praten zonder dat zij ze mij allemaal vragen stellen en zo. En ze luisteren dus nu naar het 3D-audio-verhaal wat wordt verteld door Langnek in de afsluiting van de tentoonstelling. Langnek die geeft, omdat hij natuurlijk zo'n lange nek heeft, vanuit meerdere perspectieven, meerdere hoogtes, geeft hij zijn visie op de wereld. En trekt hij de bezoekers van de tentoonstelling weer een beetje de Efteling magie binnen. Nou, ik ga ze toch vragen om nu weer mee te luisteren, want de heren zijn helemaal gebiologeerd aan het luisteren wat er verteld wordt. Ja, ze glimlachen ook. Dat is een goed teken. Ik kan er niet al te lang gaan zitten, maar dit is wel heel tof. Ja, ik zit stiekem nog te luisteren, Paul. Ik ben er nog niet helemaal klaar mee. Ik ga het gewoon op mijn gemak doen als wij hier een keer zelf zijn. Ja, een hele sfeervolle afronding van deze tentoonstelling. Ja, heel tof. Sowieso ook een mooie ruimte dit. Ja, we zijn door de expositie heen, Joris. Heb je nou wat jou betreft nog echt topstukken? De topstukken die wat mij betreft zijn natuurlijk de tekeningen van Anton Pieck. Ik vind het heel tof dat we de sprookjespiegel hebben van, of dat we de toverspiegel hebben van de heks van Sneeuwwitje. Wat ik jullie ook heb laten zien is dat eerste getypte velletje van Peter Reinders met die 10 sprookjes. Vond ik fantastisch om hier te kunnen laten zien. Echt de basis van het sprookjesbos. En de maquettes natuurlijk. Ja, jullie hebben ze gezien van klein en groot. Echt, die zijn zo fantastisch om naar te kijken. Die heb ik er graag bij. Zou ik zeggen. Er zitten er ook objecten tussen waarvan je dacht van die zou ik echt super graag willen hebben, maar die hebben niet zoveel handen waar nog lang naar gezocht is, of die ergens ver vandaan moesten komen? Nou, ik hoor nu de selectie gemaakt is, hoor ik toch wel dingen van die had hier ook nog goed kunnen staan, of dat had er ook nog heel goed zou kunnen staan. Maar die fase zijn voorbij, dus dat is jammer. Soms had je misschien nog iets willen toevoegen. Ik denk dat we een hele mooie selectie hebben. En, zeker, ja. Ik vond het zelf in ieder geval heel genieten om te mogen grasduinen in de collectie en de selectie te mogen maken. Dus ik hoop dat de bezoekers dat ook doen. Wat zijn jouw verwachtingen van deze tentoonstelling? Nou, het is heel bijzonder, want het is lang geleden dat er zoveel persaandacht voor een tentoonstelling is geweest. Dus het wordt heel goed opgepikt in de pers. Ik denk dat er ook mede gaat zorgen. En door de enorme fanbase eigenlijk van de Efteling. Ik denk dat het redelijk druk gaat worden. En ik hoop het ook. Ik denk dat het, hoe meer mensen het kunnen zien, hoe leuker natuurlijk. En mensen moeten er wel snel bij zijn. Hè? Want ik geloof dat de looptijd vrij kort is. Ik zeg even uit mijn hoofd, 4 maart tot en met 21 mei? Ja, tot 21 mei. En wat verstandig is voor mensen, als ze willen komen, dan zou ik toch even kijken op de website van het museum. Want volgens mij moet er een tijdslot gereserveerd worden. Oh. Dus dat is even goed om te weten. Van, hey, kijk even, prik even een tijd. Als je eenmaal binnen bent, mag je blijven zolang je wil. Maar wel even de aankomsttijd. En dat hebben we vooral gedaan als het nou heel druk is. En je hebt altijd van die piekmomenten, of op de zaterdag, op de zondag, dat we de bezoekers een beetje kunnen spreiden. Dat is ook een goede tip voor ons, Tim. Daar moeten we ook rekening mee houden. Ja, inderdaad. Kijk, en wij zijn natuurlijk in een klein uurtje rondgelopen. Maar ik denk dat als je hier goed de tijd neemt voor alle mooie objecten in de tentoonstelling, ben je hier makkelijk 2 uur bezig. Ja.
Ik zit nog even naar die fotowanden te kijken, maar er zitten ook superveel details in. Ja, heel gaaf gedaan. Ja. Zeg Joris, als onze luisteraars deze tentoonstelling willen bezoeken. Jij vertelde al, je moet een tijdslot reserveren, maar waar kunnen ze dan terecht? Ze kunnen terecht op de website van het Noordbrabants Museum. Dat is www.hnbm.nl. Maar als je googelt op het Noordbrabants Museum, dan zul je het ook heel snel vinden. En daar kun je dus een tijdslot reserveren en eventueel een ticket kopen. Ja, klopt. Wij zullen uiteraard een linkje in de show notes plaatsen, dan kan het niet misgaan. Nou Paul, dan rest ons dan nog twee dingen. Allereerst, ja, alle kleine boodschapluisteraars moeten deze tentoonstelling zien, toch? Ja, dat zeker. Ja, het is gewoon een must-do als je Efteling-liefhebber bent. Of je nou wel of geen abonnement hebt, of je nou wel of niet iedere week komt. Of één keer per jaar, of één keer in de vijf jaar. Je moet naar het museum toe. Dit moet je gezien hebben met al die unieke stukken. Ja, als je ooit wel eens een Efteling in het Efteling-museum bent geweest en je denkt ook maar een klein beetje van, oh, dit is interessant. Nou, dit is nog veel interessanter. Sorry, Efteling. Nou ja, vooral omdat hier wel die extreem waardevolle, bijzondere stukken kunnen liggen. Omdat het hier natuurlijk zo goed beveiligd is. Maakt het extra bijzonder, ja. Nou, Joris, in ieder geval hartstikke bedankt dat jij ten eerste de expositie hebt samengesteld. Want het is al een enorme bak werk zijn geweest. Ja, dat was veel werk, maar ook een heel erg leuk werk om te doen natuurlijk. Ja. En enorm bedankt dat jij ons vandaag hebt rondgeleid en toch nog wat extra achtergrondinformatie hebt gegeven die we anders misschien niet hadden opgedaan. Ja, ik hoop het. En heel erg leuk dat jullie op bezoek waren. Ja, we zijn vandaag op bezoek, maar we zijn eigenlijk de hele tentoonstelling op bezoek. Nog vaak tot ziens. Ja, Joris, ontzettend bedankt en complimenten voor het fantastische werk wat je hier hebt verricht. Dankjewel. Als luisteraars meer over ons willen weten of ze zullen de show notes checken, zodat ze het linkje kunnen vinden naar de bestelpagina voor de tickets of voor het reserveren van ons tijdslot, dan kun je terecht op kleineboodschap.com. Kleineboodschap.com/volgen, daar vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. En als je nou een berichtje wil sturen, kan het ook via de site, want er staat een contactformulier op. Maar mailen kan ook ouderwets naar info@kleineboodschap.com. Ja, en je luistert Kleine Boodschap in je favoriete podcast-app, op Spotify of op onze website kleineboodschap.com. Luister je ons nou in een app, zorg dan dat je abonneert. En kan je een rating of een review achterlaten, vinden we dat ook altijd hartstikke tof. Kan op Spotify en op Apple Podcasts. En als je nu andere potentiële museumbezoekers warm wil krijgen voor deze expositie en ze hebben iets met podcasts, misschien iets om Kleine Boodschap eens een keer te tippen, dan hebben we misschien wat extra bezoekers bij die hier komen rondstruinen dat er al het moois wat te vinden is. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Joris, nogmaals dank. Ja, heel erg leuk dat jullie er waren. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe. Houdoe.